en zoals jullie wel weer zien, sta ik alweer met mijn jas aan om weg te gaan. En ik wil jullie als eerste een hartelijk welkom toewensen bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, maar de hoeveelste weet ik niet. Oh jee, hoe moet ik dat hebben? Eventjes, jullie bewegen even, sorry. Ik moet even mijn horloge hebben. 12:52. Ik moet even met mijn mobiel weg. Niet naar de mobielwinkel, nee. Een belangrijke Pokémon. Ga ik halen. Daarna kom ik weer terug. Tot straks. Hallo lieve vrienden, daar waren we dus alweer. Ik heb mijn eten al opgegeten. Ja, mijn drinken staat er dus nog, mijn koffie. En het is wel al hartstikke laat, maar het was ook een vreemd begin van een zaterdag om gelijk naar het Pokémon toe te gaan, ja. Maar oké, maakt niet uit, ik ben er weer. Ik heb gelijk ook over de markt geweest en eventjes wat boodschapjes gedaan. En achter me, daar staat een berg afwas. Ja, niet daar, maar daar. Ja. Nou, dan ga ik straks allemaal even opruimen. Even in de vaatwasser doen. Dan kan die draaien. En dan is de boel weer opgeruimd. Ja toch? En de kopplaat even schoonmaken. Dus dat komt allemaal goed. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Mijn hondje die ligt daar. Hé, ja. Ja, die is niet zo heel erg lief. Vanaf gisteren, ja. Gisteraan begon die zomaar weer. En dan is die weer een beetje stout, hè. Maar ja, oké. Dat heen met kinderen en dat heen met dieren. Ja. En dan komt mijn prinsesje weer binnen. Dus ja, het is prachtig mooi weer. Het waait. Het is, ja, ik had wel mijn jas aan en dan dit dunne vestje. Het is een heel dunne vestje. Ik heb ooit nog van mijn schoonmoedertje gehad, die er ook dus niet meer is. En die had ik dicht, maar mijn jas had ik niet dicht. Dus ja. Het kan nog. Gelukkig. Ja. Vind ik heerlijk. Het hoeft niet allemaal gelijk dicht te moeten en alles. Maar oké, ik ga aan de slag, lieve vrienden. En ik zou zeggen, tot straks. Dag, lieve vrienden. Ja, het is alweer avond. Het is 9 minuten over 7 alweer geweest. En ik ben laat, want er was weer hommeles in de 50+. Discriminatie. En dat om die twee kindertjes die nou eigenlijk mogen blijven. Ik had er net de tranen in mijn ogen en kippenvel op mijn armen. Zo blij ben ik dat die kindertjes mogen blijven. Dat broertje en dat zusje. Ik vind het geweldig. Ja. Doris, ze zijn Nederlands opgevoed. Ze zijn zo Nederlands als jij en ik. Dus ze moeten gewoon blijven. Nou, ik ben blij. Ze mogen eindelijk blijven. Ja. Maar in ieder geval... Dat was dus mensen, nou die waren dus aan het discrimineren. Dus die topics die moest toen op slot en al. En ik kon het niet vinden, want ja, het is een grote groep, over de 20.000 leden. Maar ja, mijn ene moderatrice en nog een andere moderatrice die net nieuw is. En dan Astrid, die waren goed bezig geweest en die hebben het een en ander op slot gegooid. Nou, goed bezig toch? Ja. Maar nou moet ik dus mijn hondje en mijn poezenbeestje te eten geven en mezelf te eten geven. Nou, hier ook. Daar hebben we er twee. Die heeft er op zijn zoon Johannes gehad, want die begon weer aan zijn staart. Nou, ik heb nou een kam er doorheen gehaald. Ik kan er ook niks aan doen, moet hij er maar vanaf blijven. En waar mijn prinsesje is, oh, hier ook. Ja, we draaien even om. Een meeuw, zei ze. Ja. Oh ja, is het nou? Oh ja. Oh ja, liefie. Oh ja. Nou dan. Hé? En waar die rode rakker is, ja. I don't know. Nee, ik niet weten. Nee, maar ik ga nou voor de beestjes even zorgen. Daarna voor mezelf. En ik kom vanavond wel weer even terug, dat ik zou zeggen. Tot later. Ja, lieve vrienden, goedenavond. En kijk nou eens hoe dat meisje lekker legt te slapen. Is het nou niet lief? Zo lief, zo lief. Ik draai hem nou niet om, nee.
Ik zal kijken waar mijn hondje is, want die is buiten. Want, van deze lamp heb ik toch wel mijn holklast. Kom! Kom! Kom, 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 kom! Kom dan! Zo warm is het niet om met de deur open te zitten. Jodokus. Hé! Hey. Kom dan! Koekenbakker! Zo, meer licht in de horizon. Kom. Kom, 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 kom. Kom, Jodokus. Kom. Hé, kan je luisteren? Kom eens. Hé, Pipo. Dieren en kinderen. Exact hetzelfde. En dan kun je niet fluiten ook. Nou, hij wil niet. Hij denkt ook, bekijk het maar. Hij denkt ook, ik ben net buiten. En want, mijn prinsesje die zie ik al leggen. Kijk, die ligt hier, ons prinsesje. Ja, wat is een meisje? Oh ja, nou kom dan. Ja, jij wil wel gevlogd worden, schat. Ja, jij hebt altijd je praatje 9 van de 10 weer klaar, hè? Ja, 9 van de 10 keer wel, hè, meis? Ja. Ja. Ja, Mandy schat haar uit voor grijs, maar ze is helemaal niet grijs. Zij is Russisch blauw met wit. Ja, en dat is dan maar link van een raskat, is zij. De moeder was een ras en de vader was een huis- en tuin-keukenkat. En dat, blauw, dat Russisch blauw is van de mama en het wit is van de papa. He, van, ja, die was zwart met wit. Ja, nou meisje. Ja. Oh, godje dikkie doosje. Maar het is winderig, maar toch vind ik het niet echt koud hoor, nee. Hij is nog steeds buiten bezig, die Jodokus. Nee, we zien hem er zo niet, maar ja, bekijk het maar. Ik draai hem toch nog even om, dat was mijn hand weer. Zo, en dan zeg ik alsnog even goed zonder mijn hond. Allemaal een hele fijne avond. Welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, gezond weer op. En degene die naar de kerk toe gaan, natuurlijk een fijne kerkdienst, God zegen. En ja, doe leuke dingen. Wij hebben hier morgen in Den Helder zomerdromen. En ja, ik hoop dat het knap weer is. Dan kan ik er naartoe, is leuk, ja. En dan ga ik ook even genieten. Hier, nou wil die erin, hè, meneer Jodokus. Ja, nou wil meneer erin. Nou, hopla. Zo. Nou, dan hoop ik dat ik mezelf al in het versier heb. Ik heb mijn klepje niet omhoog namelijk. Zo, nu wel. Zo, nou, en daar is Jodokus dan. Hé, mafkees. Gekkie. Dus ja, dat... Dan zeg ik gewoon, heel gewoon en heel normaal, welterusten allemaal.